Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Van het oosten uit trekken wolken het land binnen en in Noordoost-Nederland zal de dag grotendeels bewolkt verlopen, terwijl die in het zuidwesten nog zonnig start. Maar de wolken winnen terrein en uit de bewolking kan in de loop van de dag ook wat lichte regen vallen, vooral in het oosten en noorden van het land. Uiteraard hebben de wolken ook een weerslag op de maximumtemperatuur. In Groningen wordt het maar 13 graden en in Zeeland en West-Brabant kan het nog 17 graden worden. De wind is matig en waait uit een noordoostelijke richting. In de avond zullen de wolken nog wat verder terrein winnen en hebben we eigenlijk vrijwel nergens meer opklaringen met langzaam dalende temperaturen. Onder de wolken koelt het vannacht niet verder af dan een graad of 9, waarna de temperatuur morgen langzaam weer oploopt. In het westen blijft het grotendeels bewolkt. Soms valt er wat lichte regen, maar de hoeveelheden vallen wel mee en daar wordt het zo'n 14 graden. Terwijl het in het oosten 17 graden wordt met in de loop van de dag opklaringen en een enkele bui. Voor zaterdag en zondag staan hogere temperaturen op het programma. Het wordt gemiddeld 22 graden met een wisselend bewolkt beeld. Dat betekent af en toe zon, maar ook kans op buien, met name dieper inwaarts. En er kan dan ook onweer bij voorkomen. Maandag nog steeds wisselvallig weer met iets lagere maxima. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.